Ik heb geen bananen vandaag, ik heb radijsjes, hele mooie. Witte en rode. Ik heb geen bananen vandaag. Mijn naam is Dardo, welkom op mijn YouTube kanaal. Vandaag gaan we naar Rotterdam. Rotterdam Ahoy. Heel grote zaal, samenwerking met Bananas. Een heel nieuw concept. Ik ga alles straks heel mooi uitleggen. Alles wordt heel duidelijk. Jullie zien het, ik ben hier nu mijn auto aan het inladen. Ik heb superveel werk gehad. Normaal ging ik vannacht op hotel gaan met Sumi. Maar Sumi had zijn laatste trein gemist. Van Amsterdam naar Rotterdam. Die zit ik nu pas in mijn auto, richting daar. En ik moet om 10 uur in Rotterdam zijn. Ja, om 10 uur moet ik aan het station Rotterdam zijn. En om 10:30 moeten we aan Ahoy zijn. Dus ik heb wel nog mijn best te doen. Ik ga nu vertrekken. Ik zie jullie zo meteen verder in de vlog. Blauw duimpjes omhoog. Laat weten in de reacties wat jullie van de vlog vonden straks als jullie gekeken hebben. En ik heb er heel veel zin in. Ik heb trouwens mijn andere camera terug even gebruikt. Omdat dat heel praktisch is voor als ik alleen aan het vloggen ben. Dan kan ik die gewoon rustig in mijn broekzak steken. En dan, dan lukt het ook, hè. Dan kunnen we veel beter vloggen, we hebben alles op beeld. Dus bij deze, ik ga nu rijden. Dikke merci om te kijken en tot zometeen. Oké, lachen. Ik ben bijna daar en Sumi is gewoon live hier. Ik kan het niet zo goed zien waarschijnlijk nu. Maar Sumi is gewoon live aan het ERL streamen en ik ben er bijna. Dus zometeen zijn we in Rotterdam. Dan moeten we nog een klein stukje rijden. Dan zijn we er. Dan gaan we knallen! Alles kapot vegen. Ben ik benieuwd. Je nadert een trajectcontrole. Dankjewel. Lang geleden dat ik al die mensen heb gezien en zo. Dus het gaat super fijn en super gezellig. Dus ik heb er keiwel zin in. Gezellig wel hier in Rotterdam. Hier rijden de trams normaal. Of trams, zoals ze dat zeggen in Nederland. En hier is Sumi, en is dan weer stil. Dan kan ik het laten zien. Daar is op gemak met een Nederlandse bus aan het kijken. Hier is Sumi. Maar je kunt dat niet zien met die zon aan de chat en zo erbij. Gezellig. Wacht even. Ja, oké. Go! Hier gezellig een brugje, maat. Hier. Fix mijn fucking Nederland, maat. Ik kom hier echt wonen, hè. Dat is echt insane. Dus maar waar moet ik zijn? Want hier is Rotterdam Centraal. Dagkaart. Wacht, ik denk dat het hier is. Nou, dat is Rotterdam Centraal. Maar ik hier wel zijn met de auto eigenlijk. Dagkaart is 54,80. Ja, oké, het zal wel zeker. Wat goed. Oké, ja, Rotterdam Centraal, mooi. Fucking mooi station. Dus ik ben er. Even wachten, Sumi zit nog in de trein. Dus oké, top. Ik ga eens kijken waar ik kan parkeren hier, want hier zitten we dan. Ik zal nog even wachten. Hij is er nog altijd niet. Ik dacht dat ik te laat ging zijn, maar ik ben eigenlijk nog op tijd. Maar ben ik altijd de laatste, maar als je met Sumi afspreekt, geloof mij, dan zit het toch nog altijd op tijd. Zelfs ik kan op tijd komen. Ja, ondertussen al 5 uur gezonnen baat. Ja, Sumi nog altijd niet te zien. Oh, jongen. Sumi. Wat? Ik zit zo te stelen kijkers, hoeveel te laat zijn we vandaag? Ja, we zijn best wel, we zijn niet echt te laat. Nee, ja. 10:30 moesten we daar zijn normaal, hè. Nou, luister, er zijn volgens mij nog een paar die laat zijn. Ja, wij. Ja.
Oké, wacht hè. Van hier. Oké, we zijn er geraakt. De Sumi is erbij gekomen en is aan het livestreamen nu. Dus we gaan nu naar Ahoy gaan. Als je koffie moet hebben, maat, dat is daar hè. Dan kun je daar halen ofzo. Ja, is het niet handig om nu gewoon rijden inderdaad? Ja, ik denk dat dat het beste gaat zijn. Ja, toch? Maar kijken we wel. Oké, is goed. Toppie. Moet jij Red Bull hebben? Het is wel sugarfree. Red Bull sponsor, hè? Sugarfree wel u bij. Red Bull sponsor, hè? Zeg wel. Ja, hebben. Ja? Hier. Ja, doe maar. Hoppla, go. Chat hem maar. Dankjewel. Hoppa. Oké, chat, dat maakt niet uit, maat. Jongen. Wacht, hè. Ah ja, voor uw dingen. Wacht even, dan moet ik dat verplaatsen als mijn camera kabas. Ja. Ik zie nu even mijn stoel naar voren. Oké, dus we zitten in de auto. We gaan nu naar Ahoy. We zijn te laat, maar zo kennen ze ons al. En daarbij, ze gaan ons toch kloten vandaag, maat. Ja, we gaan Just Dance. Ja. Oh, maat, echt. Ik heb we moeten Just Dance. Ik heb reservekleren bij. Echt? Ja. Damn. Ja, maat, dat gaat zweten worden. Hè. Ik heb al meer dan een half jaar niet gesport. Ik ook. Dus ja. Oké, auto in gang. Nou, we moeten nu wel gaan rijden. Ja, dan moeten we gas geven. Het is een lekker weer, Bert. Het is echt lekker weer. Huh? Het is weer ongemakkelijk, zo'n vlog. Ongemakkelijk een vlog, hè? Ongemakkelijk, hè? Totaal niet ongemakkelijk, hè? Ik moet de mensen tussen laten zien. Ik ben hier live, jij bent live en dan kan je dat later laten zien. Ja, hoe leuk het was, Sumi! Ja, zeker. Zie, we hebben er heel veel zin in. Dat zou op live een keer zien. Oké, we zijn toegekomen bij Rotterdam Ahoy. Was dat heel dit groot ding, groot complex. Moeten we eerst een coronatest doen en als die klaar is, dan mogen we binnen. En dan zijn er eigenlijk weinig regels. Er is nog wel plaats voor 1,5 meter afstand te houden voor mensen die dat wensen, maar dat hoeft dan niet, want ja, iedereen is negatief. Ja, dat is zo de bedoeling. Dus we gaan nu gaan eens testen. Ja, de camera heeft gedraaid. Maar zit maar op ruw, ik zal hem wel draaien. Ja. Oké. Ja, Sumi, zoals ik net zei, die is aan het livestreamen. Dus je laat eigenlijk alles zo zien. Hoe we nu binnen gaan gaan en ja, hoe we die test gaan moeten doen. Het is hier wel slecht aangegeven, zo maat. Ik weet totaal niet waar we moeten zijn. Dus we gaan teleporteren naar de test. Besef. Dus we waren ons aan het opwachten. We zijn niet laat. Omdat we te laat waren. Maar voor Sumi zijn we totaal niet te laat. Dus we zijn nog steeds op tijd. Ja. We gaan gewoon om. We zijn echt een half uur te laat, maar Sumi vindt het allemaal oké. Okay. Ik ben al uit de adem, maat. Van de roltrap te pakken. Dat kan toch niet. Oh, zo'n coronatest. Dat is pittig, hè. We zijn negatief, we mogen binnen. Hopla, ik heb een bandje. Dus we gaan vegen nu. Daar is Sumi en de twee timmetjes. Dus we gaan erin vliegen, hè. Vliegen? Ik vind het mooi dat hij eigenlijk... Ja, vliegen. Zo'n fitnessmeal heeft. Ja. Heerlijk. Fitness mooi. Food preppen met voorgeprept voedsel. Ja, dat is preppen, dat is de top. Hij zet een foto hè, op Instagram met al zijn voedsel dat hij gekocht ja, heeft. Oh, ja. Allemaal voorverpakte kip gebakken. Allemaal voorverpakt. Gefrituurd zelfs. Dan ga je dus meal preppen met geprepte meals. Ja, dat is toppend van preppen. Ga koken. Nee, maat, dat is, nee, dat is geen toppend van preppen. Hoeveel vraag je per uur? Ja, ik wil best wel privé chef. Privé chef? Kost wel geld, hè? Ja, tuurlijk. Ja, en reiskosten of meer? Want dat moet ook, hè? Ook nog? Ja. Voor niks gaat de zon op, hè? Dat is wel. Ook voor jullie. Dat is waar. Ja. Oh, jullie hebben er wel. Waar het zonnetje in naast team? Dat is niet de zon. Oké, we gaan eens kijken wat er allemaal te zien is. Dat ik vanuit Schiphol moest overstappen. Ja. Lekkere noten. Dus jullie hebben net gehoord dat ik een privéchef ging krijgen, ja, een team. Nee, ik pak vanaf Bam Arena. Wat heb je gemaakt, maat, om te eten? Schiphol, airport. Ja. Dit is zwakker ook, hoor. Maar, ik ging opstappen naar Uitrein, die hele stoppen na. Dat wordt mijn chef, hè. Hey, dat wordt de games. Dan. We gaan eens kijken wat dat weer allemaal is, hè. Oh, nice, what the fuck. Oh, joh, dat is vet. Zo. Dat is behind the scenes. Hier gaan we Nerf Royale doen. Ah, ik zei het ook eraan, hè. Ja, dat is wel nice. Leuk worden. Ik ben nog nooit van slaap in mijn leven afgemaakt, zeker iemand. Ben nog nooit van slaap geweest. De Casey. De Casey is een mopjes weg. Het begint al. Oh. Casey, okay, zo vet, man. Het is echt smooth, man. Het is echt vet gedaan.
Zo, hier doen we de talkshows, dat wat we bij Ter ook een beetje deden. Wat doen we nou hier? Ja! 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 Kijk, een zendertje om te zijn meisje. Dat is wel vet allemaal. Mooi gedaan. Echt. Ja, toch? Echt chic, ja. Oh, echt? Ja, ik ben benieuwd als je dadelijk daar zit, hoe je het vindt. Chat staat open, alles is geregeld. Zeker, geweldig, gewoon. Oké, hopla. Ik heb mijn zendertje al aangekregen. Wow! Wow! Ik was bijna op die droom gelopen. Maar het was bijna fataal, joh. Oh, dat vliegt maar. Oh. Welke is dat? Mijne. Ja, maar welk merk? DJI? Ja. De nieuwe? Wat die nieuwe? Ah, nu is er een nieuwe uitgekomen, hè? Vet, man. Welke? Het is een meisje. Hey. Ja. Nu we hier hebben. Oeh, cheese. Was goed. Is het? Goed jongen. Gaan we spelen? Fall Guys. Fall Guys gaat het spelen. Het is lang geleden een maatje. Ik heb al Fall Guys niet meer gespeeld sinds de laatste keer met u, denk ik. Alleen links. Ik weet niet of dat klopt. Hier zitten we dan. Ready Freddy. Dat zit op mijn bol en dan gaan we vegen. Nog even? Nu. Hoe lang hebben we? Beginnen, Casey. Casey, wat gaan we daarna spelen? Ja, maar ik wist niet dat ik mee zit, dus ik heb net afgekondigd. Ach ja, dan kun je zo meteen zeggen, we gaan lekker verder. Ja. Ik mag nog een rondje. Komt goed, top. Alles kapot. Tot zijn we daar. Ja, hebben we. Hoppa. Patat. Hier zijn we ze. Woe! Ik ben twee ronden in Fall Guys voor, hè? Hey, zot, hè? Eerste game dat ik speel en gewoon de tweede ronde gehaald. Ik heb nog maar één kroontje in heel mijn leven gehaald. Ja. Ik ook niet zo heel veel. Eentje, hè? Ja. Nog eentje gehaald? Dat kunt je niet zeggen, hè? Echt eentje, maar dat lukt mij nooit, die kroon op het einde. Altijd pech. Ja, een soort Tim de Tatman situatie. Ja. Ik word er vaak mee vrolijk, ik weet ook niet dat ik. Ik heb een keer in de derde ronde de game gewonnen. Echt? Derde ronde, ja. Met die memory. En ik was als enige de goede en allemaal stonden op de verkeerde. Allemaal in één keer eraf. Dat is goed, hè. Krijg je dan ook een kroontje, ja, hè? Ja, ja. Nice. Maar dan sla je gewoon een game over. Oh, maar er zijn games waar ik nog niet heb gezien, hoor. Nee, ja, er zijn heel veel toepen. Maar ik heb sinds kort mijn nieuwe computer, hè. Maar daarvoor had ik altijd 60 fps cap op, ja, ja. Fall Guys. Daarom dat ik niet spelen op stream, man. Ik vind het eigenlijk wel leuk, dus misschien speel ik het nog eens voor de fun gewoon tussendoor. Laten we het samen doen. Ja, is goed. Top. Gewoon een community toernooitje, want je kan custom games doen. Gewoon samen. Ja. Custom games doen. Laten we dat gewoon doen. Dat is goed, dan kunnen we het doen. Dan met de communities. Een weekend. Ja. Een weekend, oh man. Ja, in een weekend. Gewoon, ja. Mensen moeten erbij zijn. Ik wil wel een heel weekend streamen met u, maar wel andere games. Niet enkel Fall Guys, maat. Ik moest naar mijn ouders vanmorgen voor mijn vogel. Ja, die zit nu lang alleen, snap je? Kan die niet een dagje alleen? Ja, die is nog heel jong en die is niet echt. Het is niet bedoeld dat hij alleen zit. Als ik zo een dag ben gaan werken met 10 uur van huis weg, dan is het wel. Ja, dan heeft ze pittig karakter. Ben ik aan het constant aan het filmen. Daardoor loop jij maar voor de camera langs. Doe jij maar, iedereen loopt er netjes mee, doe jij maar niet. Hij is toch. Hij kijkt hier de verkeerde camera, heerlijk. Ik ben een andere! Ik was echt in die camera. Ja, man, hoe kun je dat nou weten? Dat zie ik het toch niet? Hoe kun je dat weten? Heb je dat scherm gezien wat we hier hebben opgehangen? Ja, maar dat heb ik niet gezien, dat scherm. Nu wel. Ja, oké. Oh, heerlijk hier, dames en heren. Dardo erbij. Ja, zitten we dan, heren. Tegenover mij niemand minder dan van links naar rechts op het scherm. KCNL. Kenzie, is het ondertussen Kenzie of nog steeds Marvelous Kenzie? Het is nog steeds Marvelous Kenzie, maar iedereen kent me als Kenzie. Ja. Dus. Gewoon Kenzie, veranderen maakt veel beter. Als het kan, zodra het kan. Doe ik dat, trust me. En Dardro. Ja? Ja, jij ook. Kan je naam spellen en zo? Ik ben er ook, ja. Dardro is een van de weinige streamers die zijn eigen naam niet kan spellen. Wow, ik heb geoefend, hè? Heb je geoefend? Ja, laat maar. Dat is al verder als de vorige keer. Hey jongens, ja, we zitten hier met z'n allen.
mag ik jullie alvast even bedanken voor de geweldige content tot nu toe. Want zeg wel, en ook de andere streamers die niet in beeld zijn natuurlijk. Android, Daphne, ja precies. Even die handjes op elkaar. Sumi, echt geweldig. Wat vonden jullie ervan tot nu toe? Ik gooi hem in de groep en je praat. Go. Geweldig. Qua organisatie 10 op 10. 11 op 10 misschien. Ongelooflijk. Ik kom hier toe. Weliswaar te laat. Ja. Typisch. Oh, ja, typisch. Maar net op tijd eigenlijk, omdat alles zo perfect geregeld was. Ik kwam toe, kreeg een oortje, de computer stond aan. Alles stond klaar, ik moest niks doen. Perfect geregeld. Het schema is ook perfect. Wordt op tijd. Ja, je zegt wat je moet doen. Het is echt gewoon geweldig. Ja. Ik vind het echt super fijn, gezellig ook. En zeker met die test ook, dat we gewoon terug een beetje normaal kunnen doen hier binnen, is ook geweldig. Ja, ook om absoluut naar buiten te brengen, dat we echt plezier hebben. En dat is ook wel top voor het entertainment, denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Kenzie? Ik moet zeggen, de wisseling van segmenten, dus een beetje IRL, een beetje talkshow, een beetje gamen, met steeds andere groepjes, dat maakt het gewoon heel dynamisch. Plus, het eten was heerlijk. Ja, dat is de belangrijk. De coronatest was heel zachthandig gedaan, moet ik zeggen. Dat waardeerde ik enorm. Ik heb niet moeten huilen deze keer. Nee, maar ook gewoon de hele sfeer hier. Het is gewoon heel gezellig onder elkaar. En wat hij ook zei, het is gewoon zo fijn om gewoon weer een keer met een paar man aan tafel te kunnen zitten. Mm. Lekker een hapje te eten en even te praten. We weten, iedereen is getest. Je zit hier met een veilig gevoel. Heerlijk. Nou, dan ga ik jullie nog even een vraag stellen over platform de banana's natuurlijk. Jullie kennen ondertussen de filosofie erachter. Jullie hebben dit zo gezien. Wat denken jullie daarvan? Hoe gaat zich dit in de toekomst ontwikkelen? Heeft het een kans? Ja. 100%. Ja. Ja. Qua organisatie is het gewoon top. Dus bijvoorbeeld wij weten al dat het zeker in orde is. Dus zeker voor toekomstige grote potentiële klanten, als we het zo mogen noemen. Die mogen er zeker van zijn dat het echt een topproductie is. En dat ze zeker kwaliteit krijgen. Ik ben er 100% zeker van dat dit wel iets wordt. 100%. Ja. Jullie hebben het natuurlijk ook meegemaakt, een stukje in de voorbereiding. Hè. Op een gegeven moment ging ik polsen van willen jullie komen. En ook jullie input is juist waar we naar op zoek waren. Hè. Want ik bedoel, de helft van de games die we gespeeld hebben, die zijn eigenlijk vanuit jullie gekomen. Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld, dat kan ik ook meteen zeggen. Ik zei een paar dagen geleden al, van jongens, die knockout game, dat is iets. Ja, klopt. Doe er iets mee. Ja. En dat hebben ze luisteren ook. Casey die heeft het toen geproefd. Die was ook hoek. Die was meteen in mijn team. Die zei van, dat moeten we doen. Het is gewoon een goede keuze geweest. En dat is, er wordt ook inderdaad naar geluisterd. En als we inderdaad zeggen, laat Sumi iets geks doen. Nou, jullie hebben Sumi gezien. Ja, Sumi en Dardo hebben wel voor de rest van hun leven een stempel. Die gasten die kunnen. Maar het is ook gewoon hilarisch. Zet absoluut die twee, geef ze een schaar en een papiertje en ze gaan los. Ze doen niet. Entertainment alom. Ik geniet ervan. Ik geniet ervan om mensen te entertainen. En dat komt spontaan. Dat is, zeker met Sumi samen, dan weet je 100% dit wordt iets. Ik weet niet hoe of wat. Dat is niks. Want voor de mensen thuis, niks is dus ingestudeerd. Dus we krijgen effectief 5 minuten op voorhand krijgen wij te horen van je krijgt papier, een schaar, plakband en doe je ding. Maak er een banaan van. En dat is eruit gekomen. Dus het is gewoon geweldig ook dat ik mag samenwerken met mensen zoals hun. Want als je hun niet hebt, heb je die content ook niet. Dus dat is gewoon, dat is super nice. De groep die altijd wordt gekozen van de creators die komen, is altijd, dat is er los op. Dat is altijd bam, weet je op voorhand al van, dat wordt iets. Daar gaat wat uitkomen. En de organisatie, zoals ik het zeg, ik kan niet genoeg beamen. Het is gewoon super georganiseerd. Ook decoraties over alles nagedacht. Ja. Al die mooie schermen, dat zijn maar kleine fighting touch dingen. Niet achter de schermen kijken dan. Nee, de hand is maar de regen. Het is maar een dingetje. Ook giveaways, niet vergeten. Er wordt ook gedacht aan de kijker. Hè. Het is niet enkel voor ons, het is niet enkel het entertainen. Het is ook natuurlijk aan de kijker denken. Dat is ook super vet. Dat er aan iedereen wordt gedacht. Net hetzelfde dom voorbeeld, het eten dat hier wordt voorzien, dat is hoogstaand. Ik heb er nu wel niet van kunnen genieten, in mijn geval nu, omdat ik het schema zelf heb. Ik dieet nu. Maar dat allemaal is allemaal tot in de puntjes geregeld. Niet, het is gewoon insane. Wat? Die eten mocht hij niet. Dus het is echt, ik heb daar niks slecht over te zeggen. We hebben genoeg over banana's. Ik vind het echt heel fijn om te horen, al die lovende woorden. Ik ga het even over jullie hebben. Hè. Je zit er dan, 3 creators. Ik bedoel, allemaal enigszins gevestigde namen. Mensen waar ik wel tegen opkijk. Ergens knap, waar jullie ook met jullie content en jullie communities allemaal gekomen zijn tot nu toe. Maar hoe zijn jullie begonnen? Wat is jullie verhaal? Ik begin even bij Dardo. Hoe ben jij? Wat was jouw spark van, ik ga streamen, ik ga content maken. Oké, 6-7 jaar geleden ben ik begonnen met streamen.
zoals iedereen al wel. Ik was wel een van de eerste Belgen eigenlijk die het streamen deed. Want streamen was toen echt niet makkelijk. Nu kan iedereen streamen, computer klaar, start en oké. En dat was zeer sporadisch. Zo, dan een keer een week, dan is een week rust. Maar een maandje rust, dan weer een weekje, twee weekjes. En een vriendinnetje leren kennen, gestopt en zo aan, uit. Tot ik mijn laatste relatie beëindigde en ik verveelde me. Ik had geen voldoening meer. Ik kwam thuis en oké, het vrouwtje is niet meer thuis, wat gaat hij eigenlijk doen? En ik gamede wel graag met mijn kameraden. Maar op een gegeven moment had ik met iemand afgesproken en die persoon kwam met mij thuis. En op de televisie staat Twitch aan. Op Twitch bleef ik altijd kijken, uiteraard. En die persoon zei tegen mij, waarom begint je daar niet gewoon terug mee met dat streamen? Ik zeg, ja, ik heb net alles weggedaan, webcam en dergelijke. Zou ik eens hier terug beginnen? En ik met mijn impulsieve kop, de dag nadien naar de winkel gereden, alles gaan halen. De week later was ik begonnen, op Mixer toen. Andere platform van Microsoft Mixer. Toen. Oh. Ja. Yep. Dan ben ik uiteindelijk naar GameForce gegaan, de LAN in België. Waar ik vervolgens op het podium werd geroepen door achterklap door Ergin. En die zei tegen mij, Mixer moet je niet gaan, kom gewoon op Twitch. En ik zei, ja, maar ja, Mixer ging toen goed, ik had 30 kijkers. Dat was wauw, ik had nooit 30 kijkers gehad. Dus ik ga naar Twitch. Ik zei in mijn community, oké. Ik ga naar Twitch en als ik na één maand tijd verbetering zie, dan blijven we daar. Ik denk dat ik 2 dagen daar was en ik had toen al bijna mijn requirements voor de affiliate en noem maar op. En dat is gewoon in een stijgende lijn gegaan. Tot ik heb gecontacteerd van sponsoring. Wat is dat eigenlijk? Wout dat in? Je hebt me voorgesteld aan Cooler Master. En eigenlijk sinds 15 juni, ik ben eigenlijk begonnen in augustus op Mixer in 19. En sinds 15 juni eigenlijk, 19... Nee, 18 dus, 15 juni 19, sorry. Heb ik Cooler Master als sponsor en sindsdien heb ik het serieus gepakt. Dan heb ik gezegd van kijk, ik ga mijn community bouwen, ik ga het serieus aanpakken. En ja, dan heb ik gewoon elke dag gestreamd. Een jaar en een half aan een stuk, elke dag. Ja. Tot 3 weken terug heb ik even rust gepakt voor mezelf en gezegd van ik stream 5 dagen de week, ik neem 2 rustdagen. En echt waar, sindsdien is mijn kanaal aan het stijgen. Lekker. Die rust is nodig. Die passie die je hebt. Die rust is nodig. Dat is echt belangrijk. Maar wat heeft dan die passie? Want je hebt dus ergens toen die passie gevonden. De passie want kijk, is... ja, maat zei kom ga streamen. Oké, ik doe het. Maar toch heb je toen die passie gevonden. De passie is, ik game graag. Hè. Ik entertain graag. Ik sta graag in het middelpunt van de belangstelling. Geef ik eerlijk toe. Ik vind dat fijn. Ja, denk iedereen wel. Die ja, iedereen dat hier zit denk ik wel. Dat is fijn, dat is gezellig. En vooral de eerste berichtjes die ik kreeg van mensen. Van, daardoor bedankt dat je live waart. Je hebt mijn dag gemaakt vandaag. Ik had een mindere dag op het werk, minder dag thuis, minder dag op school. Dit geeft mij terug een motivatie om morgen door te gaan. En ik krijg kippenvel van. Hoe meer berichten dat ik kreeg, hoe meer voldoening dat ik kreeg. Vooral die voldoening dat je krijgt van dat streamen. En ja, kijk, nu staan we waar we nu staan. Ik word eruit genoemd op dit geweldige event. En dat is allemaal mede mogelijk gemaakt ook door die kijkers. Maar vooral de voldoening halen uit het entertainen van mensen en die mensen daar een betere dag door bezorgen. Dat is eigenlijk de reden waarom ik het doe. Geweldig. Ja, dat, wel. Dat is het eigenlijk. Mooi. Ik heb geen ander. Ja, fuck. Nee, maar ja, heel mooi om te horen. Ja, dankjewel. Hier staat dat van mij. Die show te rekken. Ik zal achter de podium. Waarom? Je hebt een hartje werk. Ik vind, hij vult het allemaal. Hij mag niks zeker. Ja, nee, ik gewoon, er zit een muziekje onder zo en dan zijn we dan is dat. Ja. Oei. Mag je alleen naar kijken? Ik had het gewoon niet gespeeld. Ik had wel de eerste dag gedaan. Maar daar hebben we het heavy. Maar ja, het is met een doel. We moeten een doel halen. Ik ga ervoor. Ik ga niet falen deze keer. Ik ga echt alles op alles zetten. Dus fuck dat. Fucking lekker Surinaamse nooit gegeten. Ik eet super graag, maar ik heb een doel en ik ga me niet belachelijk maken. Fuck it. Joejoe! We gaan vegen. Met iedereen zonnebril aan of wat? Nee joh. Nee. Mijn zonnebril heeft hem uit. Is het buiten of is het binnen? Dat is vraag. Als het buiten is, dan is de zonnebril wel handig. Buiten? Ja. Buiten denk ik. Ja. Weet hij waar hij naartoe moet? Wil jij op hem wachten dat hij naar binnen aankomt? Dan ga ik snel mee. Ik moet ook pissen. Pipi. Oké. Okay. Wacht hè, nooit. Hey. Is dat veel? Dat mag niet. Dit loopt een disrespect stil. Ja, maar dan ben ik maar even dokter disrespect. Ik moet mee pissen.
Ja, deze is echt geweldig, zalig gewonnen. Ja! Ik ga echt geen hardstyle, man. Benny! Nu wil ik nog eentje van jou hebben. Ik heb geen buitens, maat. Ole, ole, ole. Dikke zitten gaat op voor Zandaas. Oké, we zijn buiten. Het is nu, hoe laat is het nu? Half één. Ik moet hier morgen 9:45 terug zijn, maar ik ga eerst naar huis, want zoals ik zei net, ja, voeding optimaal. Ik ga mijn coach en mijn volgers niet in de steek laten, ik ga het echt de goeie doen. Sumi, slachtoffer, doe met mee. Dus we gaan eerst naar mijn thuis eten halen, terukkomen, hotel boeken, slapen. Morgen 9:45 staan we weer terug, want dan geeft Webby een ochtendshow. En blijkbaar als we ochtendgymnastiek voorzien, dus Sumi, nu kan je eraan. Ja, ik heb er echt zin in. Ik ga wel snel wakker zijn, man. Een weekend weer geen slaap. Ja. Wij zien. Ik heb zin in slapen, echt zo 10, 12 uur een stuk, man. Webby, bent je kwijt? Zijn auto is open, ze heeft zijn sleutels. Ah, zijn uitrijkaart aan het zoeken. Ja, fout niet. Tot morgen, joejoe! Wat ben je kwijt, jong? Ik was maar aan het uitleggen, ik heb dat fucking zelf niet meer. Nee, ik heb dat nodig. Dat heb ik niet meer. Succes! Joejoe! Fucken! Shit, man! Oh, Sumi. Ja, hou even vast, dan moeten we even een beeld hebben, vrees ik. Ik denk niet dat we met deze kaart uit gaan kunnen fixen. Dat vind ik grappig. Wat goed. Nee, wat niet goed. De blauwe fix. Ik heb geluk, het gaat gewoon open. Heb je hem? Oké, okay, Sumi, we zijn in de hotelkamer. Zou ik nu echt scheet laten? Oh, ja, vetzak, joh. Allee, wat goed. Oké, okay, hoppa. We zijn op hotel. Nu, ik heb me wel bedacht. 3 uur rijden. Voor uiteindelijk, want het is maar tot 3 uur. Dus voor max 3 maaltijden te halen is echt wel insane veel. Ik heb nog mijn avondshake hier aanwezig, dus ik kan het nu drinken. Morgen vroeg ik mij gewoon naar de winkel en dan haal ik mij gewoon een salade kip. Misschien een proteïne shake van in de winkel. Ik zeg maar iets, een wrap met kip of wat dan ook. Zodat ik toch gezond eet morgen. Maar ik ga nu 3 uur naar huis rijden. Om vervolgens super moe morgen weer aan te komen. Want ja, te weinig slapen, dat is ook niet goed. Dus ja, voilà. Dan gaan we nu hier overnachten in dit mooie hotel. Even een lekker badkamertje checken. Hopla. Het is echt wauw eigenlijk. Super mooi hotel. Hoppa, lekker. Wat douchegel daar. Ja. Hoppa, Sumi daar. Hier. Minibar. Kast. Super vet, man. Dus kijk wat een uitzicht wij eigenlijk hebben. Dat is altijd nice. Ja, nu ga ik positief praten. Welk uitzicht hebben wij hier? Eens kijken. Oh, we hebben slecht uitzicht. We hebben slecht uitzicht. Uitzicht op niks. Maar oké. Top! Moeten we gaan slapen, want ik heb morgen om 9 uur opstaan. Het de laatste 9:15 zelfs. Om 9 uur moeten we hier buiten zijn, want onze auto mag maar tot 9 uur daar staan als we een boete. En in Nederland zijn de boetes veel hoger dan in België. Dus we moeten sowieso opstaan, naar de Jumbo gaan, de eten gaan halen. Dus we moeten nu... Vind je het grappig, jong, palettenkoop? Zit er zitten, ja. Nee. Dus ja, voilà. Ik ga nu slapen. Joejoep! Oh, goedemorgen. Net wakker. Sumi heeft net gedoucht, nu is het aan mij. We zijn wel een beetje te laat, maar ja, dat is standaard. Altijd, ik ben altijd te laat. Nu naar de... Ja, grappig. Nu naar de Jumbo. Rap eten halen, slaatje kip of zo. Beetje gezond. Want ik ging in 3 uur naar huis rijden, zoals ik al zei. En ja, kijk, en dan is het entertainen. Dus we moeten eigenlijk ons nog haasten, Sumi. Ja, man. Ik zal maar gaan beginnen. Oké, ik ben gedoucht en ons uitzicht valt nog wel mee eigenlijk. We hebben zicht op de haven. Ik ga het eruit toe laten.
zicht op de haven en daar van achter ligt zo'n mooi cruiseschip. Wacht. Kijk. Wiu. Sheesh. Hoppa. Ja, hier. Zijn jullie aan het vloggen? Ja, dit is vlog, dat is live. Oh, ben je nu live? Ja. Hoe doen jullie dat? Maar hebben jullie een eigen video met Twitch of zo? Ja, Twitch. Nee, wat is het? Het is een livestream platform waar heel veel mensen kunnen livestreamen. En jullie komen zeg maar hier als toerist of zo? Nee, dit is een evenement in Rotterdam Ahoy. Oh, oké. Dus we gaan daar naartoe en dan gaan jullie dat ook gelijk doen. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel gezellig. Ja, dat is wel gezellig. Ja, dat is wel gezellig. En de viewers vertellen jullie? Ja, zeker. Echt ja, super, ja. Supermooi. Ja, ik moet net zien, hè. Dat was het. Top. Oké, okay, top. Dankjewel voor jullie diensten. Ja. Toppie. Tot de volgende. Dankjewel. Go. Come on, Simi. Woehoe. VG. Is straks hier, maat. Ik laat de deur naar buiten. Niet lang. Ah, heavy. Oh, niet meer. Oké, hier zijn we dan. Oké, we zijn geparkeerd op Ahoy. We zijn wel veel te laat. Meer dan een uur, maakt niet uit. We hebben goed geslapen, dat is het belangrijkste. We hebben een mooi entertainment zo meteen. En we gaan eerst daar naar de Dirk. Wat noemt hij Dirk? Dirk, wat noemt hij? Dirk van de Broek. Dirk van de Broek. We gaan winkelen bij de Dirk. Yeah! Winkelen bij Dirk. Ik heb honger. Het eten halen. Fucking mooi weer. Niet normaal. De Simi is daar weer live. Woehoe! Vege! Ben je al klaar? Wat? Scannen? Ik heb nu gescand, joh. Gewoon doorgereden. Dingen open vanzelf. Oh, oké. Ja, op mijn nummerplaat. Misschien ga ik te laat of zo, gratis naar een bepaald uur rijden, nog. Ja, nou ja, ik kan wel 8 uur staan. Ja. Ja, oh, oké. Okay. Sweet, hè. Oh ja, sumisubus. Oh, thanks, sweet. Woehoe. Oké. Dan zit ik hier opgesloten in dit. Moet ik 10 minuten wachten, dan ben ik uit mijn kooi. Ja. Goed gedaan. Hij zal wel goed getest worden, hij zal wel goed gekomen. Ja, dat is wel eens, ja. Moet wel 10 minuten wachten. Ben je ergens geweest gisteren waar je niet had moeten zijn? Nee. Thuis. Ook niet wat we afgesproken hebben, dat heb je ook niet gedaan? Het enige wat ik heb gedaan is nu naar de Dirk geweest. Jee. Met een mondmasker. Met een mondmasker. Ja. We gaan het meemaken. Ja, oké. Ben benieuwd. Kijk wie daar is. Gewoon een ex-collega van het leger. Ik kom er zo binnen in de hel. Jacobs! Kijk zo. Ah, dus kijk. Oude collega's die er ook aanwezig. Dancing Bananas. Ik kan er uren naar kijken. Ja, echt hè? Ja, ik ben de enige met de kleur. Dat is wel weer waar. Huh? Je hebt het ook echt bewust gedaan volgens mij. Zeker weten. Ik kan u zeggen dat deze kleur ook kan, een banaan kan hebben. Een hele, hele oude banaan. Ik heb ooit eens zo'n Insta-story gemaakt. Ja, ik was mijn bananen vergeten, die stonden bovenop mijn koelkast. Oké, wacht even. Nee, wacht even. Waarom? Ja, omdat ik geen bananen had toen. Dus dan leg je boven op je koelkast. Ja, nee, dus eerst mijn halen, fruitmand had dan ik, boven zijn koelkast. Ik had mijn fruitmand op mijn vriezer gezet. Ja. En ik dacht zo'n enkele... Ja, twee Wacht weken even, je doet dit. Maar, ja, en ik, maar waarom zou je... Ja, dat zijn voor de calf exercises, hè? Even weg van de tafel. Ja, okay. En dan zo... Calf exercises. Enkele weken later. Maar waarom breng ik hier bananen? Ik heb toch geen bananen vandaag? Ik heb radijsjes. Nee, hele mooie. Nee, echt waar. En ik zei, oh shit. Ja. Daarop. Zwart. Tof, man. Ja. Hij staat er gewoon weer. Ja. Hey, wij gaan taiko drummen. Ja. Ken je taiko drummen? Nee. Taiko drummen is dus echt helemaal een Japans ding. Daar heb je echt hele gasten die helemaal los op gaan. Die staan echt in een rij om een keertje te mogen. Maar het is een beetje Guitar Hero, maar dan voor taiko's, drums. Ja, oh, chic wel. Mooi. En het hele toffe is, jullie gaan het doen. Ja. Mensen mogen op jullie stemmen. Op wie ze het meeste vertrouwen hebben. Oh lord. Stem op hem.
En degene die gaat winnen, daaronder tussen de mensen die het goed hebben, verloten we 1000 euro speeltegoed in Molly's Arena. Het komt in Amsterdam, augustus, september. Een Japanse arcadehal. Ja. Oh, en die komt nog. Die moet ze naar boven. Wordt nog gebouwd. Het is gewoon splinternieuw. En je kan nu al die 1000 euro krijgen om dat daar straks op te maken. Dus er komt een authentieke ramenbar in. En hoe duur is een potje spelen? Ja? Het is gewoon automatisch. Je hebt zo'n pasje, werkt dat allemaal mee. Ja. Dus je kan, maar... Ja, hier kan je wel even bij. Dit is geen avondje. Dit is geen avondje. Nee, dat wordt helemaal top. Hey, ik ga jullie laten zien. Mooi man. Ja? Er is toch best wel een klein beetje uitleg nodig, want het is allemaal in het Japans. Oké. Okay. Ja, maar Japans is niet meer zo goed als dat geweest is. Minder. Nou, ik kan het helemaal niet hoeven uitleggen. Of mijn uitleg was heel goed. Oh, wacht. Ja, je uitleg was perfect, man. Dat dacht ik al. Oh, oké, okay. We zijn bijna op het einde van het event. Ik ben helemaal gesloten, ik ben helemaal kapot, niet normaal. We gaan nu de laatste giveaways geven. Dus we zijn weer alles aan het klaarzetten om een heel podium te maken. Voor de giveaways te geven aan iedereen die erbij was. Een dikke shout-out naar iedereen dat erbij was. Enorm hartelijk bedankt. Het was super fijn om te zien dat we daarvoor van kon supporten. Dat was echt gewoon geweldig. Dank daarvoor. En ja, het einde. Op het leuke weekend, team. Hey, wat bent je? Genoten, echt waar. Genoten. Silent Storm! Wat een mysterieuze naam. Alweer, wat is er met dat ding? Ja, het is die Powerman. Nu is hij goed. Nu is hij goed. De volgende woord. De volgende woord. Blitzer! Blitzer! Kom op. Nee, dat is gewoon weer. Ja! Hoppa. Hij komt jouw kant op, die GH75. GH75, meteen even door aan Steffi. Steffi die gaat het dan verder regelen. Steffi. Oké, ik heb nog even meegelopen samen met Simi en al de rest. Maar nu ga ik overtrekken. Dus als iedereen van ons even een half uurtje geholpen had zoals we hebben gedaan, dan is het werk verlicht. Maar nu moet ik echt wel naar huis. Ik moet nog 2 uur rijden. Ik moet eerst Simi nog afzetten. En als Simi afgezet is, rijd ik gewoon zo door naar huis. En dan zit het erop. Ik ben kapot. Ik ga de vlog hier ook afsluiten. Samen met Simi. De vlog samen met Simi afsluiten. Ik heb er enorm van genoten. Dikke merci om te kijken naar deze vlog. Laat even weten in de reacties wat jullie van deze video vonden. Blauw duimpjes omhoog. En laat ook weten wat jullie van banana's vonden. Dat is heel belangrijk dat we feedback krijgen, ook van jullie. Als er dingen zijn die jullie zeggen, dat kan beter. Dat is nog iets leuks voor de volgende keer extra erbij te doen. Zeker was toen. Simi, dan gaan we de vlog afsluiten. Ja man. Zo. Dus ja, wat we doen? Flex de biceps en joejoe, zeggen we dan. Ja? Oké. Okay. Dus, beste mensen van het school, bedankt om te kijken. En zeg ik zoals altijd, flex die biceps. Joejoe.